In deze film worden onze nieuwe inzichten omtrent de oorzaak van hart- en vaatziekten samengevat. De aderverkalking, de oorzaak van hartinfarcten en beroerte, is een vroege vorm van de zeemansziekte scorbuut, oftewel scheurbuik. We zien hier een dwarsdoorsnede van een arterie, een slagader. Er zijn twee belangrijke structuren te herkennen. Ten eerste de buitenste ring van de arteriewand, die vooral uit collageen en andere bindweefselmoleculen bestaat. Deze bindweefselring is aan de binnenkant bedekt met een cellaag die de eigenlijke barrière tussen de bloedstroom en de arteriewand vormt. Deze cellen worden ook wel endotheelcellen genoemd. Bij een gebrek aan vitamine, in het bijzonder bij een gebrek aan vitamine C, ontstaan er twee belangrijke structuurveranderingen in de arteriewand. Ten eerste begint de bindweefselring op te lossen, omdat er door het gebrek aan vitamine C niet langer voldoende collageenmoleculen worden aangemaakt. Daarnaast is er een tekort aan vitamine als bio-energetische stoffen voor de cellen, wat leidt tot een gebrekkige werking en verschrompeling van de cellen. Tussen de afzonderlijke cellen ontstaan miljoenen microscopisch kleine scheurtjes. Het volledig ontbreken van vitamine C veroorzaakt bij ons mensen binnen 4 tot 6 maanden een openbarsten van de arteriewand en het uittreden van de bloedbaan. Nu begrijpen we ook waar zeelieden in voorgaande eeuwen na 4 tot 6 maanden op zee zonder enige vitamine C in hun voeding aan stierven. Ze zijn letterlijk doodgebloed. In deze reeks opname ziet u hoezeer het ontstaan van aderverkalking overeenkomt met de processen van scorbuut. Het volledig ontbreken van vitamine C komt tegenwoordig nog maar zelden voor, maar bijna alle mensen lijden gedurende decennia aan een vitaminegebrek door hun voedingspatroon. Het volledig doorbreken van de slagaderwand en het verbloeden, zoals in het geval van scorbuut, vormt hierdoor een uitzondering. Het is eerder zo dat er gedurende vele, soms tientallen jaren, een geleidelijke zwakheid van de arteriewand wordt veroorzaakt. Ook in dit geval ontstaan er miljoenen zeer kleine scheurtjes in de arteriewand. Omdat dit proces veel langzamer gaat dan bij scorbuut, namelijk gedurende jaren of tientallen jaren, heeft het lichaam de tijd om te reageren. De lever produceert vervolgens meer herstelstoffen, bijvoorbeeld lipoproteïne, oftewel kleine vettransportpartikels die hier in geel zijn weergegeven. Deze dringen in de cellen in de arteriewand binnen en trachten deze te repareren. Wanneer dit proces blijft doorgaan, dringen er steeds meer bloedvetten en andere herstelstoffen binnen, wat tot de gevreesde afzettingen leidt. Wanneer deze plaques zich in de kransslagaders vormen, leidt dit uiteindelijk tot de afsluiting van de kransslagaders en daarmee tot een hartinfarct. In de slagaders die de hersenen van bloed voorzien, leiden deze afzettingen uiteindelijk tot een beroerte. In de volgende beeldenreeks ziet u het helende effect van vitamine C op de arteriewand. Bij inname van voldoende vitamine C dringen deze vitaminemoleculen via het bloed binnen in de beschadigde gedeelte van de arteriewand en ze repareren deze. Vitamine C stimuleert de productie van collageenmoleculen, waardoor de bindweefselring, die het bloedvat in beginsel zijn stevigheid geeft, weer regenereert. Ook worden de microscopisch kleine scheurtjes tussen de endotheelcellen weer gedicht. Net zoals de beschadigingen als gevolg van scorbuut door een optimale toediening van vitamine C weer ongedaan kunnen worden gemaakt, kunnen ook afzettingen op de arteriewanden weer worden afgebouwd. Dit leidt weliswaar niet in ieder geval tot een volledige afbraak van de afzettingen, maar in die gedeelte van de arteriewand die tot regeneratie in staat zijn, worden de zelfgenezende krachten geactiveerd. Net als in de geneesfase bij een scorbuut dringen ook bij de natuurlijke afbraak van de afzettingen de vitamine C-moleculen uit de voeding via de bloedstroom binnen in de arteriewand en herstellen deze. Hiermee wordt natuurlijk ook de afzetting van verdere bloedvetten en andere herstelstoffen in de arteriewand overbodig. Sterker nog, de reeds afgezette vetdeeltjes worden uit de arteriewand gesluist. Deze afbraak voltrekt zich molecuul voor molecuul gedurende vele maanden. Het betreft dus geen mechanisch, maar een biologisch herstelproces. In tegenstelling tot mechanische hulpmiddelen als de ballonkatheder, die in de meeste gevallen wordt gebruikt voor het dichten van de bloedbaan door middel van stukken weefsel, is de natuurlijke afbraak met behulp van vitamine zachtaardig en zonder risico's. De naar buiten gesluisde bloedvetmoleculen worden via het bloed naar de lever getransporteerd en daar verbrand, dus op natuurlijke wijze afgebroken.
Bij de afbraak van de afzettingen in de arteriewanden spelen naast vitamine C ook nog de aminozuren lysine en proline een grote rol. Deze aminozuren brengen een soort teflonlaag aan rond de bloedvetmoleculen en dragen ertoe bij dat ze zich uit de afzettingen losmaken. Op deze wijze worden de afzettingen in de arteriewanden langzamerhand op natuurlijke wijze afgebroken. De natuurlijke afbraak van de aderverkalking is inmiddels door middel van klinische onderzoeken aangetoond. De door ons ontwikkelde vitamineprogramma's bleken in deze studies binnen een jaar tot een stop van aderverkalking te leiden. In enkele gevallen werden de afzettingen volledig afgebroken. Uit deze beelden blijkt dat er in de geneeskunde een nieuwe tijd is aangebroken en dat bypassoperaties en ballonkatheters binnenkort tot het verleden zullen behoren.